dames en heren, u kijkt naar Koppensneller van woensdag 8 juni. Duizenden werknemers van sociale werkplaatsen, zoals de Diamantgroep uit Tilburg, waren vandaag te vinden in Ulft. Daar werd namelijk een vergadering van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten gehouden over de bezuinigingen op de sociale werkplaatsen. Het was niet de eerste demonstratie tegen de bezuinigingsplannen van de overheid op de sociale werkplaatsen. Deze mensen hebben een steuntje in de rug al nodig. En het kabinet gaat juist op deze mensen bezuinigen die het zo hard nodig hebben. Die een grote kans hebben om in de bijstand terecht te komen. Die gezinnen hebben te onderhouden. En wij vinden het heel erg van belang dat iedereen in Tilburg gelijke kansen krijgt. En daarom deze handtekeningenactie. De demonstratie is woensdag niet voor niks gehouden. De gemeenten hebben de bezuiniging op de sociale werkplaatsen niet geaccepteerd. Volgens de gemeente is er te weinig geld beschikbaar om mensen van de sociale werkvoorziening te helpen aan een reguliere baan. De Nederlandse gemeenten willen op dit onderdeel opnieuw onderhandelen met het kabinet. En heb jij er ook zo'n hekel aan dat je overal moet betalen als je je auto parkeert? Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de gemeenten in Brabant flink verdienen aan dat betaald parkeren. Vaak wordt dat geld gebruikt om de gaten in de begroting te dichten. De gemeente Tilburg is een van de weinige gemeentes in Brabant waarbij de volledige opbrengst, in Tilburg is dat 1,7 miljoen euro, inderdaad naar het mobiliteitsfonds van de stad gaat. De gemeente Eindhoven gebruikt van de 7,2 miljoen winst uit de parkeergelden maar 1 miljoen voor de parkeerbegroting. De resterende 6,2 miljoen euro gaat naar algemene middelen. Ook de gemeente Breda gebruikt het parkeergeld voor een groot deel om de begroting rond te krijgen. Van de 1,2 miljoen winst uit parkeergelden gaat een half miljoen naar het BTW-compensatiefonds. Het betaald parkeren is dus voor veel gemeentes in Brabant inderdaad een melkkoe. Stichting Bloemencorso Zundert probeert op de immateriële erfgoedlijst van UNESCO te komen. Het Bloemencorso heeft daar gisteren de steun bij gekregen van het Zundertse College van BNW. Het Bloemencorso van Zundert viert dit jaar, op de eerste zondag van september, het 75-jarig bestaan. Het bestuur zou dan ook graag dit jaar op de UNESCO-lijst komen. Op de lijst van immaterieel erfgoed valt alles wat leeft onder de bevolking en wat waard gevonden wordt om door te geven aan de volgende generaties. Het college wil met haar steun een signaal afgeven dat het Corso zeker op deze lijst hoort te staan. En wat hebben de andere media te melden vandaag? Stunten met de bierprijzen in supermarkten is schadelijk voor de volksgezondheid. Dat stelt het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid in de Telegraaf. De winkel zet al jarenlang goedkoop bier in als lokaas voor klanten, met als gevolg dat het overmatig alcoholgebruik toeneemt. Na het Pinksterreces praat de Tweede Kamer over een voorstel om de scherpe prijsacties van supermarkten in te perken. Het Brabants Dagblad schrijft dat cafés in de binnenstad van Tilburg binnenkort 7 dagen per week tot 4 uur open mogen blijven en broodjes en shawarma zaken tot 5 uur. Dat voorstel doet BNW binnenkort aan de gemeenteraad. Momenteel mogen kroegen dat alleen op donderdag, vrijdag en zaterdag. Het plan is gericht op de overlastpiek rond 4 uur te verminderen en te spreiden. Wanneer je 5 kopjes koffie achter elkaar drinkt, zou je gehoor op tilt kunnen slaan. Dat schrijft het AD op haar website. Een Australisch onderzoekteam zegt dat de combinatie van cafeïne en stress de kans vergroot dat iemand in zijn leven psychoseachtige symptomen zal vertonen. 5 kopjes per dag zou al voorstaan. En voor je het weet zie je ook draken in je koffie. Zover onze koppen van vandaag.